6 weken geleden is Pierre weggegaan. Pierre van der Linden en is vervangen door Colin Allen, Engelse drummer. Ze zijn nu met 3 Hollanders en 1 Engelsman. Waarom is Pierre eigenlijk weggegaan? Pierre vond dat we veel te weinig over muziek spraken als we op reis waren in de auto of in een vliegtuig. Hij vond dat het eigenlijk veel te weinig serieus was allemaal. Hij had een veel serieuzere... hij wilde dat het allemaal veel serieuzer zou gaan als dat het ging. Maar wij hebben veel humor, veel grapjes en veel andere dingen waar we het graag over willen hebben. En ja, hij beschouwde dat als oppervlakkig. Het heeft hij mij ook veel verweten dat ik het veel te veel vol pomp met die dikke akkoorden. Er was geen ruimte voor hem, voelde hij. En hij dacht, nou ja, er wordt dan een beetje om me gelachen en ik word niet op serieus genomen, niet genoeg. Had hij niet een klein beetje gelijk? Nou nee, ik vind, er wordt vaak erg accent gelegd op Jan en op mij. Maar, ja, dat vind ik een tamelijk natuurlijke zaak. En als iemand daar ja tegen zegt, dan heeft hij daar ook de consequenties van te nemen. Namelijk dat er wel eens een keertje iemand harder praat dan hij. Het is een kwestie van een grote smoel ook misschien. Maar zo'n jongen als Bert, die accepteert dat wel. En is er dan ook gelukkig mee, dacht ik. Als je speelt, als je althans wordt gevraagd om te spelen en je zegt er ja tegen en je gaat op het podium staan, dan kun je een spiegel zijn van alle ellende. Dat zie je ook echt veel, vind ik. Juist in de progressievere muziek. Dat ze inderdaad alleen maar de ellende uitkramen. En dat vind ik bij de blues ook vaak een bezwaar. Dat het alleen tot daar gaat. Ik geloof dat je... Nou, dat geloof ik niet dat iedereen dat moet doen. Maar ik geloof dat ik dat dan moet doen. En daar heb ik Jan ook eigenlijk in gevonden. Dat je gewoon maar moet door blijven gaan met het zingen van je ziel. En je ziel is niets dan opspringende blijdschap. Ik geloof dat het zo zit. Iedereen weet, iedereen heeft ellende, maar kom maar eens met een stuk vitaliteit, kom maar eens met een stuk leven aan. Ik geloof dat je dat, hoe miserabel je ook voelt, dat je daarmee moet doorgaan. Zijn jullie de beste groep van Nederland? Dat weet ik niet. Popgroep bedoel je? Ja, we laten misschien wel het meest onze ziel zingen. Maar ja, misschien is er op dit moment al lang een groep die dit veel meer doet. Dat kan. Maar expressief gezien dacht ik wel. Hoe komt het dat jullie zoveel weerstand hebben gehad in Nederland? Nou, ik weet niet of we zoveel weerstanden hebben gehad, als wel veel lieden die het alleen maar over uit elkaar gaan hadden, over de ruzies. En ja, die eigenlijk alleen maar het nare ervan wilden zien. En ja, toen kregen we prijzen, gouden platen en buitenland. De eerste continentale groep die in Engeland doorbrak, de eerste continentale groep in Amerika doorbrak. Toen opeens waren we fantastisch. Het zit ons nou niet zo. Is muziek voor jou iets hogers dan alleen een vak? Ja. Het is voor mij geen vak eigenlijk. Ja, hobby weet ik ook niet of het is. Het is hetgeen wat ik constant doe en waar ik constant weer naartoe gedreven word. En wat zwaarder weegt dan bijvoorbeeld mijn zin om wat te gaan schilderen. Ik zou ook wel eens toneel willen spelen, heb ik ook veel gedaan op school. Ik deed eigenlijk al die tijd, toen ik op school was, alle dingen half. Maar muziek deed ik toen ook eigenlijk al het meest. En doe ik eigenlijk nog steeds het meest. Maar ik vind de muziek een hele genezende werking hebben. Bach bijvoorbeeld. Er worden ook tegenwoordig veel therapieën ontwikkeld voor geestelijk gestoorden met Bach.
Bach geneest omdat het volledig harmonisch is. Dat er geen enkele dissonant in voorkomt. En zo heb je nog wel meer dingen in de muziek. Nou ja, behalve die genezende werking dan ook die vreugde, hè, het vreugdeaspect. Nou ja, en ook de rotzooi in de top kun je natuurlijk uitbeelden, als je wil. Wat zou je ervan vinden als focus werd voorgeschreven als therapie? Ik zou het fantastisch vinden. Ik weet niet of we al zo sterk zijn, hoor. Maar het zou wel geweldig zijn, ja.